De Turkse Nederlanders zijn volop in het nieuws. Na de mislukte staatsgreep in Turkije afgelopen zomer lopen ook de spanningen in onze regio hoog op. Maar hoe kan het eigenlijk dat een conflict ergens zo ver weg zo'n impact heeft op het leven hier? Daarom in 7 minuten 4 gesprekken met Turkse Rijnmonders. Turkije is nummer 1, blijf nummer 1! In deze aflevering Muzayem Brinci Döner, advocaat in de Rotterdamse wijk Sjaarloos. Ze kwam als klein meisje vanuit Turkije naar Rotterdam en woont nu al 40 jaar in Rotterdam-Zuid. Waarom voelen Turken zich nog zo verbonden met Turkije, terwijl ze hier zijn opgegroeid? Hier zijn geboren vaak. Ze hebben nog steeds die hele nauwe band met Turkije, omdat ze de wereld, Turkse wereld, Turkije op de achtergrond, nog met zich meedragen. Van huis uit krijgen ze heel veel over Turkije mee, Turkse taal, Turkse cultuur. Turkse gastvrijheid, met elkaar meeleven, loyaliteit. Als we kijken naar van hoe leven de Turken, leven de Turken onder de Nederlanders, is het niet zo dat Turken massaal met de Nederlanders samenleven. Waarom is dat zo? Omdat Turken toch in de wijken wonen, in Rotterdam-Zuid en ook elders in Nederland, waar ze bij elkaar wonen. Goedkopere woningen, netwerken in die wijk, werk in die wijk. Dus, maar dat is ook heel normaal, heel menselijk. Als de Nederlanders uit die wijken vertrekken en jij vertrekt niet, jij blijft daar wonen, woon je met elkaar. Ik heb in Rotterdam-Zuid eerst Nederlandse mensen op Bloemhof zien vertrekken in de jaren 70. Vervolgens was het in de jaren 80 bij Slingen. Toen, jaren 90. Dus Nederlandse mensen zijn massaal vertrokken uit de stad, lijkt het. Ik vroeg me als kind ook al van, waar gaan al die mensen heen? Nu kom ik achter, Barendrecht en zo. Dus Nederlands vertrokken. Allochtonen bleven achter. Je kunt die mensen ook niet kwalijk nemen van waarom blijven ze allemaal bij elkaar wonen. Ja, ik woon hier, ik vertrek niet. Dus als je dat als criteria neemt van ze wonen allemaal bij elkaar. Ze hebben allemaal eigen clubhuis, eigen eethuis en dit en dat. Denk ik, ja, dat is zo. U maakt zich zorgen over Turkse jongeren die heel erg in hun eigen wereld leven. Die heel erg in zichzelf zijn gekeerd. Waarom? Hier is er grote werkloosheid. Hier komt men moeilijk aan het werk. Hier hebben ze het gevoel dat ze uitgesloten worden. En aan de andere kant, dat is puur economisch. Dat is echt puur economisch. Aan de andere kant zien ze een land waar het economisch wel goed gaat, vergeleken met heel vroeger. Hè? Een land die echt vooruit gegaan is. Het gaat met heel veel opzichten, qua economisch opzicht, als je kijkt naar het dagelijks leven in Turkije, gaat het niet slecht. Dus als ze daar komen en ze hebben contact met mensen, dan zeggen ze van, ja, waarom hier niet? Ik spreek de taal, ik kan ondernemen, ik kan aan de slag. En daar in Nederland lukt het me niet. Zijn de wegen een beetje, lijken wel afgesloten. Heeft u dat zelf ook ervaren? Ja, mijn eigen echtgenoot. Hij voelt zich niet begrepen met heel veel dingen. Dat hij heel veel dingen kan, maar dat dat niet gewaardeerd wordt hier. Dat hij wel degelijk een bijdrage kan leveren hier, maar dat niet hoeft volgens velen. Omdat hij niet werd aangenomen? Omdat hij niet wordt aangenomen, omdat hij geen toelatingen krijgt en dat soort dingen. Terwijl hij zegt van, maar ik ben goed, ik kan een bijdrage leveren, ik wil het heel graag doen. En hij is daardoor na zo'n teleurstelling van dat hij overal afgewezen werd... is die, en teleurstellingen maakte, tegenslagen meemaakte, is die steeds in een eigen wereldje heeft hij zich teruggetrokken met een Turkse televisie, met Turkse vrienden op de sociale media, weet je. Totaal Turkse veilige kringen heeft hij opgezocht. Turkse veilige kennissen en vrienden. Veilig in de zin van nou, daar voel ik me prettig bij. In plaats van, ik moet toch wat meer doen misschien om me bij te laten horen, zegt hij, mijn moeite heeft geen vrucht afgeworpen. Ik krijg niet wat ik verwacht, dus wat doe ik? Ik zonder me af. Ja. En wat vond u daarvan? Ik vond het heel onprettig. Wat heeft u toen gezegd? Ik heb gezegd, alsjeblieft hier geen Turkse televisie steeds kijken. Alsjeblieft lees ook meer Nederlandse boeken, Nederlandse kranten. Dus dat was elke dag weer aan hem vragen van, doe alsjeblieft ook meer met Nederland. Elke keer hem in zo'n moment moeten trekken, dat heb ik gedaan bij hem, ja. Muzayem koestert warme herinneringen aan haar tijd op de middelbare school. Echt, alles komt naar boven, hè? Met tassen en Nederlands en Engels en zo mooi. Het gebouw aan het Afrikanerplein is nu een sociaal-cultureel centrum en een moskee. De uitvaart van de vader van Muzayem vond hier plaats. Onze leerkracht, het was allemaal zo positief. Het was zo positief van
de toekomst was van ons. Geen negativiteit, geen kansloosheid, geen integratievraagstukken. Je deed gewoon mee, je deed je best, net als iedereen. We waren allemaal gelijk. Nu is zo'n ongelijkheid gecreëerd. Ongelijkheid en groepering en segmentaties in de maatschappij vind ik wel jammer. En ik had fantastische docenten hier. Sorry. Nee, het is geweldig om hier terug te mogen komen. Ja, ja. En mijn vader heeft me toen hier gebracht. En hij heeft mij hier weer achtergelaten. Ik zou willen dat de Turkse jongeren met name denken van... Wacht even. Ik moet niet steeds solliciteren bij die Turkse werkgevers. Ik moet niet solliciteren steeds bij wat mij bekend is. Ik moet niet in die kringen blijven. Ik heb geleerd, ik heb gestudeerd, ik spreek de taal. Laat ik eens verder kijken. Laat ik op die Nederlandse banken zitten. Laat ik bij de Nederlandse overheid zitten. En dan wordt heel, heel kort gezegd, ja, maar ik krijg gelijk een afwijzing. Ik word altijd afgewezen, ik word nooit uitgenodigd. Maar ik ken ook Nederlandse mensen die wel 200 afwijsbrieven hebben gekregen. Weet je wel? Dat ze bij de 200 zoveelste zijn aangenomen en eindelijk zijn uitgenodigd. Dus we moeten meer kijken van waar hebben wij met z'n allen zwaar? Hoe kunnen we dit met z'n allen oplossen? Ik vind dat als je betrokkenheid houdt in Rotterdam, heb je altijd kans, of het klein is of groot is. Voor iedereen is er wel een kans in Rotterdam. Geloof jij dat die eenheid, zoals die vroeger was, wat jij vertelt als meisje op de middelbare school, dat dat weer kan terugkomen? Zeker, zeker. Want wij willen allemaal positiviteit en we willen allemaal vooruit gaan. We willen allemaal gewoon werken, wonen, goed leven, met elkaar leven. Ik denk dat we dat moeten vasthouden en dat komt vast terug. Ja, zeker. Wat wel het verschil is, dat de jongeren nu echt opgroeien met... Ja, het is de generatie na 9/11. Ik noem dat echt de dag die de wereld veranderde. Ja? Zeker. Is dat een breuk geweest? Dat is absoluut een breuk geweest. Dus die jongeren die groeien op met haat jegens islam, haat tegen buitenlanders. Ze groeien op met een politici die roepen rot op naar je eigen land. Ja. En laatst ook nog onze minister-president. Hè, die, ja. Dus dat zijn wel van die dingen... Wat de jongeren natuurlijk ook denken van, hé, ben ik nog wel hier welkom?